Antwerp Classic, eerste jaargang. Een wedstrijd over 2 dagen voor voertuigen die minstens 30 jaar oud zijn, zoals de meesten hier achter ons. De moeilijkheidsgraad, we rijden terug rally zoals in de jaren 50. Dat wil zeggen geheime trajecten met gemiddelde snelheden die variëren. En dat maakt het uiteindelijk heel moeilijk voor de deelnemers. Nu, we hebben in de eerste 2 dagen, vandaag zijn er ongeveer 60 gestart. Er zijn mensen die vandaag gereden hebben die morgen niet rijden, maar dan komen er weer een andere bij. ...239 teams vertrekken er hier, dus 239 auto's, 400 bijna 80 mannen, enkel mannen, het is een enkel mannenrally. En wij vertrekken hier in Antwerpen omdat aan de Scheldekaaien, waar dat ook begonnen is, dat is een prachtige locatie en wij denken dat dat ook fijner is om van hieruit naar Porto te vertrekken. Wij passeren mooie steden zoals Coimbra, Lissabon, Sevilla. Wij krijgen ook in al die steden enorm veel medewerking van de stad zelf. In Sevilla parkeren we onze auto's op Plaza de España. Toch een prachtige, ongelofelijke plaats die we ook ter beschikking krijgen. Georges Tour Amical, de 12e editie. Hoe begin je daaraan, aan zo'n roadbook? Het parcours ter plaatse gaan verkennen kost eigenlijk vrij veel geld. Je moet naar Ginder vliegen, van alles doen. Dus je moet tonen dat je Ginder bent, zoveel mogelijk kunnen doen op korte tijd. Dus je moet zoveel mogelijk klaarmaken thuis. Tegenwoordig met alle middelen van googlen, noem maar op, kunt jij echt een heel parcours samenstellen.